Hey mensen van Dutch Gaming. Vandaag doen we eens een keer Minecraft, maar dan niet normale Minecraft. Nee, we doen Feed the Beast. Dat is een hele nieuwe Tekkit eigenlijk een soort van. Aangezien Tekkit niet meer geüpdate wordt, komen ze nu met Feed the Beast. Dat is een soort van Tekkit met nog meer mods en al die dingen. Zoals je een beetje kan zien, ik ben al een klein beetje op weg. Ik ken Feed the Beast niet en al die andere mods die er nu allemaal in zitten. Ik ken een paar mods. Industrial Craft. Industrial Craft, Computer Craft. Maar ja, eigenlijk gewoon de Tekkit mods ken ik wel. Maar deze allemaal niet, zoals kijk. Je hebt al portals. Turrets. En ja, ik ken het eigenlijk verder niet. Dus het leek me wel leuk om dit gaan op te nemen voor mensen. Er zijn nu ook meerdere biomes zoals ik in een video heb gezien. Dit is dan niet de desert of zo als je het idee hebt. Nee, dit is de... Kijken. De savanne. Ja. Hier vind ik wel een mooie plek om een basis te maken en al die dingen. Dit is host, dit is mijn eigen server, host van mijn eigen computer. Ik vond het wel wat leuk om een server aan te maken hiervoor. Bijvoorbeeld dat mijn vrienden het ook gaan spelen. Of jullie mee willen gaan spelen, als je dat leuk vindt. Zo. Eens even kijken hoor, hoe gaan we dat huisje bouwen? Nee, is dat olie? Control werkt dus niet. Eerlijk. Dat is dus... Olie, dat is mooi. Dat blijven we. Dus er zullen nog wel wat momenten komen dat ik met mijn handen in het haar zal zitten en de video even stop om te kijken op internet van wat fuck het is. Even kijken, dit boompje wat ik heb gedaan is een... Weet ik veel. Geen idee in. Ik noem het gewoon een boom. Yo, boom. Gewoon boom. Lekker makkelijk, boom. En het is een... hout. Houtsoort. Ik ga er niet altijd moeilijk over doen. Als ik het niet uit kan spreken, noem ik het gewoon lekker bij de... een beestje bij de naam. Gewoon boom. Ik ben veel te lui om het op te noemen. Omdat ik niet weet wat het is. Oké, we gaan zonder cheat spelen, dus weg met dat. We gaan kijken hoe ver we gaan komen in het spel zonder toen men die items te gebruiken. Oké, het eerste. Meer bomen. Zaad is iets genoeg. Hoppen Minecraft style. Ja. En jullie hebben vast wel een tijdje gezien dat wij geen video's meer geüpload hebben. Dat komt omdat wij... allemaal vet druk bezig waren met school en al die shizzle. Er gaan nu veranderingen komen. We gaan proberen elke week gewoon een video te uploaden. Nou, elke week, elke dag van de zomer van deze vakantie. Gaan wij het proberen. We beloven niks. Een mini farmpje maken. Oké, mini farmpje. We hebben binnenkort dus één. Ik weet een schep kunnen maken of zoiets. Hey, nog een boomzaad. Even kijken, wat kan ik nog doen? Nou, maar gemijnen denk ik. Ja. Maar ja, dit is de savanna. We zijn nog meerdere biomes. We gaan dat later ook ontdekken wat voor biomes er zijn. Er is ook een Twilight Forest. Nog nooit gehoord. Van de Yorkshire-lijn. Wat voor mods hebben we eigenlijk allemaal? Dus even... laat ik dat eens even opzoeken. Even kijken op de website zelf. Nou, ze hebben ook een website. We hebben Buildcraft 3. Dat is nieuw. Railcraft. Fortress.
Fortress, Steve Cards, Portal Guns en de Chest Storage Red Power Fortress. Fortress die nog een keer. EE3 mod. Nie mod. Extra Bimes XL. Tube Stuff, Secret Rooms, Grace Lighting, Industrial Craft, Computer Craft, Wireless Redstone, Mystery Craft, Regi Minimap en Iron Chest mod. We hebben ook de, hoe heet het? Voxel mod, Voxel Box mod. Nee, niet goed zo. Zit erin. Universele Elektrische City mod. Nou ja, dat zijn de dingen die je in de launcher kan vinden. Ik laat een link in de descriptie achter voor als je toch wil gaan spelen. Ja, de server is privé voor alleen... Ja, ik denk dat ik wel eens een keer de server ook openzet voor jullie. Dus hou de video in de gaten. Ja. En deze mod spelen zich af op Minecraft 1.4.2. Het is dus vrij recent. En dit wordt ook een nieuwe, eigenlijk gewoon echt een nieuwe tech kit, zeggen ze. Dus laten wij hopen dat het ook zo is. Ik vind het alleen, want dat we niet werken met Bucket. Anders had ik er wel een paar plugins weten in te zetten, zoals een boompje in één keer omhakken, tot die ook in één keer omvalt. Mooi. Het zijn werkt niks. Mooi. En we zullen vast denken waarom het fuck gebruik je steen, omdat het leuk is. Oké. Normaal voor dit soort dingen zet ik wel een beetje alles klaar. En ja, ik vond dit gewoon wel een video, spontane video waard. Nou, dan mag ik eigenlijk nooit klaar zijn. Maar... Zo, zo, ik heb honger. De mobs staan volgens mij al aan. Ik heb kool nodig. Boompje, ja, dat was het. Boompje omhakken. Hoppakee. Een furnace. Jo. Wel goed neerzetten. Wat ga ik nog meer doen? Ja, dat was het. Stoken die meuk. We hebben een deur. Dat is mooi. En het wordt donker. Lekker. Heel. Het wordt donker en we hebben nog niet eens een dak. Oep. En we hebben een dak. Dat is mooi. Ik heb Remco blij. Mooi kool. Nee, charcoal. Nou, bij de les blijven. Hoppakee. Met alle rotsen bewegen. We hebben een steentje voor de deur, kunnen er geen zombies binnenkomen. Laten wij eens op zoek gaan naar wat ijzer en kool. Eens kijken hoeveel wat voor achievements we eigenlijk allemaal kunnen hebben. Mijn kijk. Ik denk dat ik als eerst doorga voor de Industrial Craft. Daar ben ik beter in. Twilight Forest ken ik niet. En er zullen nog wel wat meerdere mods zijn, maar die worden dus blijkbaar niet weergegeven. Getting Wood. Die heb ik al. Nou, blijkbaar werkt die dus nog niet goed samen. Achievements, oh. Niet goed samen met de mod. Met de, weet ik veel welke mod hier nu in, waar we nu in zitten. Oh ja, laten we ook even dat doen. Waypoint, dead point. Even kijken, dead point enable waypoint. Ah.
Huis. Ja, we schrijven het op je oerbalans. Oké, mooi blauw. Vind ik leuk. En we gaan dit stuk gewoon even zwaar skippen. Dus we zijn zo bij jullie terug als ik weer verder ben. Oké mensen, daar zijn we weer. Ik heb ondertussen wat engen gevonden. Wat appetite. En een oor dat ik niet kan mijnen. Oh ja, en koper heb ik gevonden. Appetite is van de beginteken, dacht ik. Want ik vind het in de rest van de tekst niet meer gevonden. De koper oor vind ik zelf best wel een raar kleurtje hebben. Misschien komt omdat ik gewend ben aan de texture pack. Het is overigens alweer dag, dus we gaan weer naar buiten. We gaan gewoon de omgeving even verkennen op zoek naar wat eten voordat ik dood ga. Misschien als ik nog een zombie tegenkom dat ik die even opvrijd. Even een kistje maken en dan gaan we verder. Hoop. Huppakee, een kist, dat is mooi. We pleuren alles even in. Torches, dat. Nou ja, pickaxe is altijd handig. Die mag weg. Die mag blijven. Oké, daar gaan we. Ik heb geen idee waar we dat doen. Misschien nog even beter als ik deze even op elkaar gooi. Dan heb ik tenminste een betere pick. X. Oké, zwaardje. Ja, wat kan ik nog meer over deze mod vertellen? Ik heb in werkelijk geen idee wat er nog verder in deze mod zit. Oh, een vijf. Oké. Ga ik binnenkort daarheen. Nou, wow. Vet, een berg. Wel een hele aparte berg. Sorry. Varkens, mooi. Beter. Heel vreemd. Hier met je voer. Zo, beter. Lom. Nou, what the fuck. Dat zijn grote bomen. Kom hier, ja. Wil je eten? Ik ben om op te eten. Wolven. Wat is fucking bomen? Het zit soms een Twilight Forest. Ik zou eigenlijk maar een leven laten maken. Too late. Oh, kopen. Nou, daar heb je de appetite vorm. In oorvorm. Je krijgt er overigens een klein beetje XP voor, maar dat is ook niet echt een jackpot. Cool, wat een handig. Dan hoef ik niet die boom om op te branden. Fuck man, die bomen zijn lang. Die haal je niet in één hak neer. Nee, dat is de koper. Ja, mensen, dat is koper. Ook gierig. Wat een pijn is dit? Dit is de... Alpin. Geen idee wat dat betekent. Maar ik wil wel die wijze boom. Oh, fuck. Piet. Fuck Piet. Ja, yeah, fuck Piet. Daar heb ik tenminste een hout voor gehad. Eens kijken, hoe heet dit hout? Fire. Een fear walk of whatever. Oké, we hakken deze mega boom om en we zien wel wat voor kleur hout dat heeft als we het later ombranden of whatever. En zo zullen we nog meerdere dingen tegenkomen van waar we geen idee hebben van wat het is. Hé, wat is dat voor oor?
Kan ik jou mijnen? Ja, ik kan jou mijnen. Wat ben jij? Tin. Oké, okay, we hebben de eerste tin oor en... Focusboom. En fire sapling, oké. Okay. Stoppen met het vreten van rauw voedsel. Kom op. Eet dan nog liever de kool op ofzo. Hier, nog meer grote bomen. Nee, dat had jij vast wel helemaal grond, maar oké. Okay. Ik denk dat ik het voor deze aflevering even verklaar voor gesloten. En dat wij de volgende keer gewoon verder gaan. Waar we zijn gebleven. Dan kan ik ondertussen nog even verder gaan uitzoeken van wat hier allemaal te doen is. Dat ik iets verder voorbereid ben. En misschien nog wel met een vriend of vriendin van mijn crew samen gaan spelen. Dat is altijd leuker. Nou. Ik ben Dutch Gaming, ik ben Remco en van Dutch Gaming en vergeet niet te abonneren op de video als je meer van deze video wilt zien. Het geeft ons een goed gevoel als jij op ons abonneert en ja, ons support gewoon. Nou, we zien jullie de volgende keer met wat meer leven. Tot ziens.